je kijkt. Ik heb vandaag weer eens een shopvlog voor jullie. Want zoals je al wel in de vlog van gisteren hebt kunnen zien, ben ik gezellig samen met mijn oma en met mijn moeder naar Utrecht geweest. En natuurlijk ben ik niet met lege handen naar huis gegaan, want ik heb wat gekocht bij de H&M en bij de Monki. Het leek me wel echt heel erg leuk om dit aan jullie te laten zien, want ik weet dat jullie een shopvlog altijd heel erg leuk vinden om naar te kijken. Ik ben trouwens maar even buiten gaan zitten, want het is vandaag heel erg lekker weer. En ja, daar wil ik toch wel een beetje van kunnen genieten. Het spijt me dat ik mijn zonnebril op heb, maar ik heb heel veel last van hooikoorts. Dus als ik geen zonnebril op heb nu buiten, dan hou ik het echt niet uit. Krijg ik veel te veel jeuk in mijn ogen en in mijn neus. Dus ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht bij de H&M en bij de Monki? Blijf dan vooral gezellig even verder kijken. Laat ik maar beginnen met het tasje van de H&M. Als eerste heb ik dit super schattige blouseje gekocht. Er staan allemaal hele leuke zwarte stippen op. En het is een blouseje waarbij je een klein stukje van je buik ziet. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk uitzien. Ik vind hem super schattig. En ik had nog helemaal geen blouseje voor de zomer. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En dit blouseje was 15 euro. Een hoofdbandje gekocht. Ik ben de laatste tijd echt super fan van hoofdbandjes. Omdat het nu lekker weer wordt, word ik altijd helemaal blij van die bloemen en van die felle kleuren. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Het maakt de outfit echt af als het wat lekkerder weer is. Het zijn hele leuke mooie oranje bloemetjes. En er zijn ook nog een paar met een beetje een lichtroze kleurtje. Ook zitten er nog van die hele leuke groene blaadjes aan. Ik ben hier helemaal verliefd op. En dit leuke hoofdbandje was 5 euro. Dan heb ik een hele leuke jeans gekocht. Ik heb namelijk alleen maar broeken met gaten erin. Of gewoon echt hele oude broeken. Dus ik had echt even een broek nodig die gewoon beschaafd is. En waar geen gaten in zitten. En die gewoon super goed zit. En toen zag ik deze bij de H&M. Ik vond hem er gelijk al heel erg leuk uitzien. En het is bij mij altijd maar de vraag of een broek goed zit. Omdat ik natuurlijk vrij stevig ben en niet zo lang. Toen heb ik deze broek aangedaan en hij zat gewoon in één klap super goed. Ik hoefde er geen eens een riem omheen te doen. Echt, ik ben heel erg blij dat ik deze broek ben tegengekomen. Het is een super skinny, super low waist broek of zoiets. Het is dus een wat lagere broek, maar hij zit wel strak om je benen heen. Deze jeans was 20 euro. Dan heb ik als laatste bij de H&M dit hele leuke schattige blouseje gekocht. Ik ben opeens helemaal van de schattige dingetjes en van de blouses. Daar ben ik eigenlijk nooit van geweest, maar opeens vind ik het gewoon helemaal leuk. Het is een witte blouse met allemaal van die lichtroze met zwarte patroontjes erop. Ik weet niet zo goed wat het voor patroontjes zijn, maar in ieder geval heel erg leuk. Aan de voorkant zit zo'n rond openingetje en dat vind ik echt heel schattig. En aan de onderkant zit het wat strakker bij je buik en daardoor ploft het een beetje. En dat vind ik echt zo leuk door deze roze zwartige band. Ik vind het een beetje een festival blouseje. Nou, ik vind hem zo leuk. Hij zit lekker en hij staat leuk. Ik ben er helemaal verliefd op. En dit blouseje was 10 euro. Ga ik
nu verder met de tas van de Monkey. Ik vind trouwens deze tas echt super gaaf. Ik was al meerdere keren bij de Monkey geweest, maar ik had er eigenlijk nog nooit wat leuks kunnen scoren. En nu heb ik een aantal leuke dingetjes gekocht en ik ben er zo verliefd op. Ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Als eerste dit superleuke hemdje. Er staan allemaal strepen op en ik ben echt zo gek van strepen. Ik heb echt een obsessie met strepen volgens mij, want elke keer als ik een shirtje zie met strepen of rokje met strepen of weet ik veel wat, wil ik het gewoon hebben omdat het zo leuk is. De hals loopt helemaal door tot aan je nek en dat vind ik altijd zo leuk eruit zien. Verder is het een mouwloos shirtje, dus het valt hier tot aan je schouders en het gaat niet verder. En het is ook nog eens een crop shirt, dus het zit een beetje tot aan je navel of iets eronder. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dit shirtje was €12. Deze superleuke tuinbroek gekocht. Ik was echt al heel erg lang op zoek naar een tuinbroek die gewoon heel erg leuk is en goed zat. En toen zag ik deze bij de Monkey en ik was er gelijk helemaal verliefd op. Bij de H&M had ik ook al een tuinbroek gepast, maar die zat voor geen meter. En toen ik deze aantrok, zat die perfect en ik ben er zo verliefd op. Het is een wat donkerder blauwe stof. En het ziet er gewoon uit als een tuinbroek hoort uit te zien. Ik ga deze zeker vaak dragen. En vooral in combinatie met het shirtje van Nets. Want die vind ik er heel erg leuk onder staan. En deze tuinbroek was €45. Oh my god. Dit kaartje vind ik zo cool. Kijk. En dan heb ik als allerlaatste deze superleuke schoenen gekocht. En wauw, ik heb mijn handen er even in, maar ik weet ook niet waarom ik dat heb gedaan. Ik ben hier het allerblijste mee, denk ik, met van alles wat ik heb gekocht. Natuurlijk vind ik alles heel erg leuk, maar ik was al zo lang op zoek naar deze schoenen. Ze lopen echt ongelooflijk lekker en kijk hoe leuk ze zijn. Oh my god. In de stad werd ik echt door 10 mensen aangesproken van, oh, waar heb je die schoenen gekocht? Waar heb je die schoenen gekocht? Mag ik weten waar je die schoenen hebt gekocht? Ja, ik heb ze bij de Monkey gekocht. En het was het ene laatste paar. Ze hadden ze ook nog met hierboven zilver en daarvan waren er nog heel erg veel. Maar ik vond deze net wat leuker staan. En weet je wat ik nog het leukste vind? Door deze schoenen lijk ik veel groter. En ja, dat vind ik zo'n voordeel. Ik voel me gelijk fijner als ik groter ben. Want ik voel me altijd zo klein. Dus I love deze schoenen. Ik vind ze echt geweldig. Oh, doe een duimpje omhoog als je deze ook zo leuk vindt en wil hebben. En deze schoenen waren €45. Items bij de Monkey en bij de H&M. Ik hoop natuurlijk dat je het leuk vond om te zien. Doe vooral een duimpje omhoog als je vindt dat ik leuke items heb gekocht. En je nu ook zoveel zin hebt in de zomer en in shoppen. Het liefste zou ik elke week wel een shoplog op willen nemen. Maar ik ga nou eenmaal niet elke week shoppen. Want wij hebben ook niet zo heel veel te besteden. Anders had ik het natuurlijk graag gedaan. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie nou het leukste vinden wat ik heb gekocht. En misschien heb je zelf ook wel een van deze items die ik heb gekocht. Laat het dan vooral even hier beneden achter in de comments. Want ik vind dat heel erg leuk om te lezen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer naar een nieuwe video komt kijken. Nou, hopelijk tot in de volgende video. Doei! Jawel. Kruidvat. Nee, zo was het altijd voordelig. Doe maar. Wat? Ik weet nou wat.